De 29 jeugdparlementariërs, die landelijk gekozen zijn door de jeugd van Suriname, zijn gisteren bekendgemaakt. De namen van de gekozen leden zijn door de kiescommissie van de Nationale Jeugdparlementsverkiezingen 2017 bekendgemaakt tijdens een openbare zitting in de Anthony Nesty Sporthal. In alle 10 kiesdistricten hebben de kiesgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen op kandidaten naar keuze. De jeugd zal vertegenwoordigd worden met 9 zetels in Paramaribo, 1 van Koroni, 4 van Wanica, 3 van Nikeri en Para, Marowijne, Kommewijne, Saramaka en Sipaliwini en Brokopondo zijn met 2 zetels vertegenwoordigd. Volgens Marlon Powell, ondervoorzitter van de kiescommissie, zijn er dit jaar minder jongeren naar de stembus gegaan in vergelijking met de verkiezingen van 2013. 2017 bedroeg het aantal 26.674 en dat is 21% van het aantal kiesgerechtigden. Wat wij uit de rapportage van de stembureaus hebben kunnen halen is dat de laagste opkomst was in het district Wanica, namelijk 16%, gevolgd door Marowijne 17% en Paramaribo 18%. De hoogste opkomst, mogelijk ook vanwege de kleine populatie, was in Koroni, waar 52% van de kiesgerechtigden hun stem heeft uitgebracht. En in Nikeri bedroeg dat 41%. Henry Lamsberg, voorzitter van de kiescommissie 2017, maakte eerst de 9 gekozen leden van Paramaribo, het kiesdistrict nummer 1, bekend. Volgens Lamsberg heeft de kandidaat Winston Adaba de meeste stemmen verkregen, namelijk 3.699. Lamsberg maakte verder de overige gekozen leden bekend. Verder hebben we, als we kijken, met een aantal van 3.256 stemmen, de persoon Zan Fisi Emmanuel. Verder hebben we met 2.968 stemmen Van Troon Sanani. Met een aantal van 2.611 stemmen, ook een jeugdparlementszetel voor Joe Anouten. Met een aantal van 2.216 stemmen is binnengekomen Abel Franza. Met een aantal van 2076 stemmen Ansu Kedesha. Albert Henry Lamsberg, voorzitter van de kiescommissie. Bij de openbare zitting waarbij de leden van het Nationaal